ik zit weer in de auto. Hij is gemaakt en hij rijdt weer. Boodschappen gedaan, zelfs op school. Ik kom naar binnen. Het is echt lekker weer vandaag. Het staat wel een fris windje, maar echt heel zonnig buiten en zo. Dus goed begin van de dag. Ik ga even al mijn boodschappen gaan. Ik heb echt heel veel dingen. Appels, er zijn spekboontjes, rijboontjes, heel veel mandarijntjes. Kom jij even kijken? En nou, zo ziet niemand iets, toch? Nog een kinderappel. Gezonde yoghurt heb ik gehaald. Ze hebben een lekker gezonde koelkast. Dus ik ga even alles wegzetten en even thee drinken. Want ik heb echt zo'n dorst. Ik zit weer in de auto. Hij is gemaakt en hij rijdt weer. Ik ben helemaal blij. Ik ga ook gelijk Sarah nu met de auto ophalen, want ik moet medicijnen voor Miumiu gaan halen. Ik ben precies er vandaag, zeg maar vanochtend doorheen. Dus dan kan ik vanavond gewoon verder gaan. En ik heb gelijk in plaats van 1, 3 strips gedaan. Dan kan ik echt heel wat weken vooruit. Dat is gewoon fijn. En dan moet ik nieuw halen, maar ze krijgt ook nog een bloedtest tussendoor. Dan kan de medicatie eventueel nog iets bijgesteld worden. Iets hoger of iets lagere dosis. Dus voor nu zit ik aan de max die ik nu kan halen. En dan komt die bloedtest en dan moet ik er toch heen. En dan kan ik de juiste dosis vanaf dat punt meehalen. Dus ik heb echt het maximale nu, zeg maar, besteld. En dat ligt gereserveerd klaar wat ik kan kopen. Het is zo'n lekker zonnetje vandaag. Echt, ik ben er zo van aan het genieten. Alleen helaas krijg je er nog geen kleur van in je gezicht. Want ik ben zo bleek als wat. Ik moet eigenlijk kijken voor een sprayten. Maar echt tijd en alles dat ik denk, ja, ik wil gewoon eigenlijk niet meer zonbanken. Het is zo slecht voor je huid. Dus ja, als ik toch zal ik dan één keer gaan, even een kleurtje. Maar dan denk ik, ja, ik wilde het eigenlijk echt niet meer. Dus het blijft even een lastige. Waar ik nog niet helemaal over uit ben. Zo, weer thuis. Medicatie is binnen. En ik heb niet zo heel lang meer voordat ik moet eten klaar moet gaan maken. Dus ik ga wel even snel een paar fotootjes inplakken. Oh nee, ik ga eerst thee zetten. En dan ga ik fotootjes inplakken. Ik had vandaag best wel veel al gedaan in huis. Dus dat is mooi. Ik heb nog wel wat hobbel in de keuken staan. Want ik had de vaatwasser liggen. Maar ik had hem niet helemaal leeg gekregen. Omdat ik toen weg moest. Maar goed, dan doe ik de rest zo even tijdens het koken. Ja, ik ga thee zetten. Woe! Ik heb mijn foto's ingeplakt. Ik ben helemaal blij. Ik ben even echt flink doorgegaan. En ik ben klaar gewoon voor nu. Dus nog, denk 2 keer bestellen. En dan ben ik gewoon helemaal bij. En dan heb ik weer een project af. En het voelt even zo goed. Stom hè, hoe blij je kan zijn gewoon van zoiets af hebben. Maar echt, het voelt echt even fijn. En nu gaan we naar mijn tik. Lekker aan de mandarijnen. Zo, ik ben er helemaal klaar mee voor vandaag. Ik ga lekker mijn bedje in. Helemaal tevreden. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Een duimpje achter te laten en te reageren. Dan zie ik je morgen. Doei doei.